Nou, ik sta hier naast Mike Williams. Yes. Jong talent, 20 jaar oud en je hebt al ontzettend veel tracks achter je naam staan. Hoe doe je dat toch? Wat is jouw inspiratie? Ik ga heel veel produceren. Ik ben vanaf jongs af aan begonnen en ja, nog steeds probeer ik zoveel mogelijk platen uit te brengen. Natuurlijk goede platen. En ik doe mijn best. Ja, nou, dat gaat je goed af. Supergoed. Hey, en ik zat net te kijken, je moest nu in de middag draaien. Aan het begin was het helemaal leeg. En aan het eind van je set staat heel de mainstage vol. Hoe doe jij dat? Het is een kwestie van goed opbouwen. En dat is heel lastig. Want ja, soms sta je gewoon op een hele goede tijd. Dat is eigenlijk veel makkelijker om dan te draaien. Want dan draai je gewoon je eigen set. Ja. En nu, ja, dan moet je toch een beetje rekening houden met het publiek. Iedereen komt net binnen. Dus ja. Het is even moeilijk, maar... Je doet het blijkbaar wel goed. Hey, en waar zie jij jezelf over 5 jaar? Dat is lastig. Ja, voor mij is het heel belangrijk dat ik gewoon lekker muziek kan blijven maken. Lekker mijn platen kan releasen, dat mensen het horen, dat mensen het leuk vinden. Lekker kunnen draaien op dit soort festivals. En daar ben ik helemaal blij. En natuurlijk heb ik wel doelen die ik wil halen. Die zijn misschien groter dan festivals in Nederland, maar ik vind het, bij mij gaat het allemaal om de muziek. Ja, gewoon om plezier ook voornamelijk. Maar ik denk als jij zoveel plezier blijft houden en doorgaat met wat je doet, dat jouw dromen vast en zeker uit zullen komen. Ja, ik hoop het. Ja, dat komt helemaal goed. Nou Mike, dan wil ik je heel erg bedanken. Bedankt voor je tijd en geniet van vandaag. Thanks. Oké, Mike Williams. Yo.